Jessica vraagt: als startend bedrijf op internet, zou je dan meteen alle kanalen inzetten? Of zou je beter renderen op één kanaal en dat later verder uitwerken voor alle andere relevante kanalen? Ik merk dat relaties vaak denken dat alles moet, maar de ins en outs niet kennen. Nou, ik denk dat je het antwoord eigenlijk al geeft in je vraag. Op zich is het uiteindelijk handig om op meerdere kanalen te zijn, als het je lukt om dat te bemannen. Hè? Want nogmaals, social media zijn een kroeg. Instagram is een andere kroeg dan Facebook, is een andere kroeg dan Twitter, is een andere kroeg dan LinkedIn. Met vaak, hè, deels overlappende mensen in je netwerk die daar rondhangen, maar ook wel vaak met andere mensen die daar graag rondhangen. Dus uiteindelijk, als het je lukt om bijvoorbeeld in ieder geval op Facebook, Instagram en LinkedIn actief te zijn, dan zou ik dat wel proberen. Ik zou je wel adviseren om eens te kijken hoe je op een of andere manier, of niet altijd, ik maak mezelf ook wel schuldig aan, soms gaat gewoon dezelfde update op alle drie de netwerken. En ik merk dat dat ook nog reacties uitloopt van hele verschillende mensen. Dus blijkbaar zijn er mensen op Instagram die hem op Facebook niet zien of niet interessant vinden en niet op LinkedIn. Dus dat kan. Maar uiteindelijk zou ik wel kijken of je in ieder geval naar iedere kroeg direct zelf kan gaan posten. Dus maak niet te makkelijk gebruik van bijvoorbeeld op Instagram de mogelijkheid om automatisch door te delen naar Facebook of Twitter. Maar maak gewoon in Facebook een nieuwere post. Want daar zijn die netwerken houden daarvan. Die laten dan je post aan meer mensen zien. Maar antwoord aan het begin van je vraag is zeker. Ik zou, als je nieuw bent in dit spel, eerst zorgen om jezelf eigen te maken in één kroeg. Om daar netwerk op te bouwen, om daar uit te vinden welke soort updates goed resoneren met je netwerk, waar je zelf wat aan hebt, waar je plezier aan hebt. En vervolgens dus te zeggen van ja, nou ja, het is ook een kwestie van goed luisteren om je heen. Op het moment dat je merkt dat veel mensen om je heen op Instagram zitten en jij niet, nou ja, dan zou het zaak zijn om eens een keer in die kroeg te gaan neuzen. Nou ja, hoe dat moet is vrij makkelijk. Je installeert de Instagram-app. En nou ja, hier verlies ik misschien een paar mensen, maar die zeggen, ja, dat wil ik dus niet. Maar goed, al die apps hebben de mogelijkheid om je adresboek door te scannen. En die laten jou in één oogopslag zien wie van jouw netwerk actief is op dit kanaal. En als het blijkt dat er helemaal niemand is, nou, dan laat je het lekker zitten. En als je blijkt dat iedereen daar zit en dat ze ontzettend leuk plezier met elkaar hebben, nou, dan wordt het zaak voor jou om er ook in te stappen. Maar ik ben het helemaal met je eens, Jessica. Het is zeker verstandig om in eerste instantie even goed je te bekwamen in één kanaal, voordat je doorgaat op de volgende, want anders gooi je allerlei lijntjes open en is het allemaal net niks. En daar heeft natuurlijk niemand wat aan.